Bilbao, een havenstad in het noorden van Spanje. De Simon Steven wordt er gedoopt en te water gelaten. I name you Simon Steven and wish you and your crew a safe and prosperous journey. De Simon Steven is het allereerste valpijpschip van de vloot. Een schip met een bijzondere missie. 36.000 ton staal en machines, 191 meter lang en 40 meter breed. Maar wat het nog unieker maakt, is dat het een volledig eigen ontwerp is. De uitbouw van vloot en materieel is geen ondoordachte beslissing geweest voor Jan de Nul Groep. Het is een strategie, een optie op de toekomst. In 2007 heeft de firma beslist om een zeer ambitieus investeringsprogramma te starten met een totale waarde van om en bij de 2 miljard euro om de vloot met nog eens 20 baggerschepen te gaan uitbreiden. Met de bedoeling om op korte termijn de grootste baggerfirma ter wereld te worden. Dat is absoluut een zeer gedurfde zet. Het is een beslissing die alleen maar kan genomen worden in een familiebedrijf zoals Jan de Nul erin is. Schepen ontwerpen van A tot Z is geen kwestie van copy-paste. Er bestaan geen voorafgemaakte schablonen of modellen. In de teken- en designafdeling van het bedrijf hebben ze wel tonnen ervaring, maar elk nieuw schip is een nieuwe uitdaging voor de ingenieurs. U kan op vaste patronen terugvallen, maar er is geen enkel baggerschip hetzelfde. Er is een concept, dus je hebt het baggerschip met het beul of een kutter. En daar rond wordt gebouwd naar gelang de wensen van de klant en soms van de technische dienst de eisen dat de technische dienst ons voorop stelt. De tekenafdeling zet op papier wat de technische dienst en de uitvoerders op site wensen. De TD en de uitvoerders, dat zijn de mensen die in de field te maken hebben met de concrete werking van de schepen. Zij kennen beter dan wie ook de noden en behoeften van alles en iedereen aan boord. Op de tekentafel worden de schepen dan meticuleus ontworpen en uitgedokterd. Als alles getekend en gedesigned en goedgekeurd is, kunnen ze beginnen aan de bouw. Zelf volledige schepen bouwen doen ze niet in België. In België is er geen scheepsbouwcapaciteit meer. Voor ons ambitieus investeringsprogramma moesten wij op zoek gaan naar werven die hoogtechnologische baggerschepen kunnen bouwen. Maar die zijn er niet. Die zijn er maar in heel beperkte mate aanwezig. Daarom hebben we beslist om zelf onze schepen te gaan ontwerpen. Wij maken zelf het lastenboek. De technologie, de know-how die erin verwerkt zit, die houden we bij onszelf. Wij gaan zelf ons baggerequipment ontwerpen en wij gaan zelf onze baggerequipment maken in onze eigen ateliers en toeleveren aan de scheepswerf die ze dan op zijn beurt moet gaan inbouwen of opbouwen op het baggerschip. De specifieke baggeruitrusting, zuigers, kutterkoppen en alle andere onderdelen zijn specialité de la maison. Zo onderscheidt Jan de Nul zich van de collega-baggeraars. High-tech en know-how zijn in perfecte balans. Maar soms staan de ingenieurs van de Nul voor een enorme uitdaging. Waar sommige anderen geen raad meer weten, bedenken deze bollebozen een self-made oplossing. We ontwerpen niet alleen baggerschepen, maar andere tuigen zoals onder andere de Starfish. Dat is een graafmachine die ik zelf ontworpen heb, waar ik een klein beetje fier mag op zijn wel, want dat was enig in de wereld. Er is door de firma een patent opgevraagd geweest, die periode. De Starfish mag je gerust een zelfrijdende, ondiep watergraafkraan noemen. Waar een gewone excavator niet meer komt vanwege te diep en een baggerschip niet meer geraakt vanwege te ondiep, daar bewijst de Starfish zijn nut. De onderdelen die in Aalst ontworpen en gemaakt zijn, worden door de logistieke afdeling toegeleverd aan de scheepswerven. Maar dat is niet altijd even evident. Soms is een stuk dat heel hoog is, dat we dan nauwelijks onder de poort door kunnen rijden. Of een stuk van 48 ton dat heel groot is, heel zwaar is, dat je dan heel aangepast transport moet voor voorzien. Daarnaast ook de grootte. Soms goederen 6 meter bij 6 meter. Dat kan nauwelijks dan in de breedte door de poort of moet ook 's nachts geladen worden. En dat vraagt wel de nodige aandacht ook naar veiligheid toe.
Koken kost geld en dat is in de baggerwereld niet anders. Schepen, graafkranen, vrachtwagens, een uitgebreid machinepark en orderboekjes gevuld met opdrachten van honderden miljoenen. Allemaal samen één vat vol risico's dus. Dat alles verzekeren is geen overbodige luxe. Met verzekeringen zijn grote bedragen genoemd. Alleen al de waarde van onze vloot. Onze vloot betreft een 250-tal objecten. Naast de verzekering van het materiaal hebben we dan uiteraard nog de verzekering van het personeel, de verzekering van het werk zelf, want ons werk wordt ook verzekerd. De baggeractiviteiten bestaan niet alleen uit bagger, maar bestaan ook voor een groot deel uit civiele werken. Dus het bouwen van kaaimuren, het bouwen van breakwaters, het bouwen van eilanden bijvoorbeeld. En ook dat werk zelf wordt verzekerd in een allerisicoverzekering. Verzekeringen zijn heel belangrijk. Het gaat om gigantische bedragen. Indien wij met een schip in een tyfoon verzeild geraken op volle zee, dan is het schip in gevaar, maar uiteraard ook de bemanning. En in geval van grote schades gaat onze zorg eerst en vooral uit naar de redding van de bemanning. Bij gebrek aan gespecialiseerde werven in eigen land worden schepen van de groep momenteel gebouwd in Korea, China, Spanje en Kroatië. De plannen die in Aalst van de tekentafel rollen, moeten op de scheepswerf worden uitgevoerd door even gespecialiseerde scheepsbouwers. In Bilbao bijvoorbeeld, daar voeren de Cristobal Colón, de Simon Stevin, de Charles Darwin en de Leif Erikson voor het eerst de Golf van Biscayen in. En vandaag bouwt deze scheepswerf nog aan een voorlopig laatste schip, de Jozef Plateau, een zusterschip van de Simon Stevin. Het valpijpschip Simon Stevin, dat 2 jaar geleden de haven van Bilbao uitvoer, moet op grote diepte en heel precies de beschermende steenlaag leggen over pijpleidingen die op de oceaanbodem lopen. Tientallen lange pijpen worden aan elkaar gezet, tot zelfs 2 kilometer lengte. Dan wordt de kleinere rotsen of steenslag via een trechter- en rollende bandcombinatie bovenop de pijpleiding gestort. Het hele proces wordt nauwlettend gevolgd via een camerasysteem. Het is een uiterst precies en uniek werk. De Simon Stevin en Jozef Plateau zijn 2 van de paradepaardjes van de baggergroep. Columbus zal nooit durven dromen hebben dat meer dan 500 jaar later een sleephopperzuiger naar hem zou genoemd worden. Maar net als hij toen het water trotseerde op zoek naar een nieuwe wereld, zo tast dit bedrijf met Vlaamse roots de grenzen af tussen water en land.